bij de tweede aflevering van de Doordravertjes op weg naar het derby. Met dit keer een stalbezoek in Euroterm. We spraken Jeroen Offringa en Frank Westerveld over hun driejarige. Veel kijkplezier! Comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hours of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Living in the world of green, there will be an answer. Let it be. Although they may be parted, there's still a chance that they may see. There will be an answer. Met Let It Be Petnik, dat is een nakomeling van Russell November uit Sum van de Lente. Van dezelfde merrie had je ook al andere paarden op stal. Zie je gelijkenissen? Nee, ik denk het niet echt. Ik denk dat dit wel eens de beste kon zijn van Sum van de Lente. Nou heb ik alleen de eerste niet meegemaakt, want dit zijn nu Petniks. En wat is het plan voor dit jaar met Let It Be Petnik? Hij is nu zover dat ik hem ga meenemen naar de baan. En dat ik hem dus even de baan laat verkennen en dan ga ik hem hier thuis eens een paar keer achter de startauto aan rijden. Want hij is van nature hier een beetje bangerig. En ik heb hem nou al wel veel in partij gereden, op de strip wel en ook wel. Dus dan moet hij, ik ben nog steeds met zijn conditie bezig, zeg maar. Hij moet dan nog aan snelheid wat winnen. Nou, en dan, maar hij, ik denk wel dat hij zometeen wel in 19 of in 20 kan kwalificeren. Zo goed is hij wel. Helemaal. En Louis, mon ami, die werd op de Ontrek Mix Sale voor €700 aangekocht. Is hij daarna meteen bij jou op stal gekocht? Ja, 750 had ik het uit mijn hoofd weten. Juist. En heb je hem ook zelf bekeken op de veiling? Ja. Ik had hem al eerder gezien, omdat hij dus, want ik heb hem zelf gemaakt in principe. Maar ja, ik zelf niet, maar Kaan dan. Maar ik wist dat ik dus dat Chip van der Laan een kaantje had van Weestaai. Nou, en ik heb in principe bijna alle veulens van Kaan wel een beetje iedere keer bekeken. Omdat Kaan natuurlijk wel je oogappel is eigenlijk. Ja, en dan ga je die paar ook wat volgen. Ja. En je zei al dat het een nakomeling is van Wees Thijs. Ze bracht dan andere Henry Monami, Kati Monami en Je Suis Ton Ami. En vooral Je Suis Ton Ami staat een beetje bekend als een laat paard. Vorig jaar liep Louis een aantal koers zonder echt op te vallen. Is hij ook een laat paard? Nee, ik denk niet dat Louis een laat paard is. Nee, zeker niet, want hij heeft als tweejarige ook al 18 jaar lopen. Maar ik denk dat hij als tweejarige te veel last had van zijn hengst zijn. En hij heeft wel dezelfde karaktertrek als Kaan, maar hij heeft ook iets, denk ik, want ik ken Weestaai niet echt heel goed, maar hij heeft ook iets van Weestaai. Hij heeft van beide wat. En dat die eigenschap van Weestaai is niet zo goed als die eigenschap van Kaan. Op het moment dat dit wordt geüpload, heeft Louis, als het goed is, een kwalificatieproef gelopen. Wat zijn de plannen voor de rest van het seizoen? Dat legt er een beetje aan hoe goed is dat hij zich ontwikkelt verder. Hij werkt wel heel fijn en hij springt niet. En hij is een... De paarden gaan vandaag aan de dag heel hard. En als je zometeen 14 of 15 moet lopen, zo snel, wat we dan net gezien hebben afgelopen vrijdag op Wolvera, dat zulke driejarigen voor het eerst uitkomen. In die Breederskrant stond hij ook, volgens mij. Nou, en daar had hij het al in kunnen starten. Maar wat heb je dan te zoeken als je 17 of 18 wil lopen? Dan doe je niet mee.
En dan, omdat er heel weinig paarden in staan, heb je dan misschien wel een prijsje. Maar mijn streven is een beetje proberen. Want hij gaat wel heel goed door de bocht heen. Hier. En dan mijn streven is een beetje proberen toch misschien een steekskoers te doen. En dan op naar de sweepstakes. Zoals als hij nog op Groningen verreden gaat worden. Wat de laatste berichten zijn. Oké, dankjewel. Gehaald in Euroterp. Hoe ben je aan Leonora gekomen? Die heb ik via Frank gekregen. Frank die had hem een keer meegehad naar Holzen en toen ging ze niet zo goed. Scheef. En toen heb ik hem een keer gereden voor Frank. En als ze Frank tegen Gerard of zelf probeerde het maar bij je doen. Dus zodoende is dat gekomen. En ze kwalificeerde eerder dit jaar in 1.17.7. Daarna liep ze twee koersen in Duitsland, waarvan vooral de laatste koers opviel. Hoe kijk je terug op die koersen? Ja, goed, goed. De eerste keer viel ze me niet mee, maar dat had een reden. Even een ander beslag onder en dan kwam ze niet meer tegen de knie aan. Dus nu is het goed. En was ze gewoon goed in Hamburg, was ze twee. En de laatste keer naar Wolvega niet, maar daar kon ze niks aan doen. En dan werd ze voor de benen gereden, de laatste bocht. Maar verder is het een heel fijn paard.
En de afgelopen jaren ben je twee keer tweede geweest in de Mary Gary. Zowel ja. Vader als grootmoeder van Leonora Olson November en Eleonora Olderson zijn oud derby winnaars. Wat is het doel voor dit jaar? Nou, de Mary Gary winnen, dat is makkelijk genoeg. Of dat gelukkig weet ik niet, maar het lijkt goed. Donderdag kom je aan de start in Groningen. Wat zijn daarvoor de verwachtingen? Nou, in mijn ogen moet ze heel dichtbij zijn. Ze werkt goed en ik denk dat ze goed in Groningen uit de voeten kan. Dus ik verwacht wel een hoge klassering. Lewis, die Petnik, die hebben we nog niet in de baan gezien. Wat voor short paard is Lewis? Lewis is een groot paard, een machtige loop. Komt wat later in het jaar. Zal binnenkort wel kwalificeren, maar doen we rustig mee aan. Ja, gewoon een goed paard. Alleen het moet gezond blijven. En als hij nog wat doorontwikkelt, dan komt hij naar. Linde Beemt is een zus van Jetske Beemt, die we bij Dion Tesla een aantal goede koersen zagen lopen. Vervolgens werd hij uitgevoerd naar het buitenland. Zie jij gelijkenissen met Linde? Nee, Linde is makkelijk. Jetske die wou wel eens een tikkie geven en zo, maar dat doet Linde helemaal niet. Kijk, ze is wat. Wat ze zit hoog in het bloed, dus ze heeft karakter. Maar 14 dagen terug was ze niet goed, we hebben het even laten behandelen. En nu lijkt het weer beter te worden. En als ze gewoon gezond blijft, dan zal ook die binnenkort kwalificeren. En dan gaan we daar ook de grotere koersen mee proberen op te zoeken. Dankjewel. Dat was hem alweer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.